Hallo. Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Dat is de zin waarmee Erik de Jong, oftewel Spinvis, de wereld op zijn kop zette en zich manifesteerde als de meest originele tekstdichter van Nederland ooit. 21 jaar later zijn we terug in Nieuwegein en mag ik hem verrassen met de Lennart Nijgprijs. En dat doe ik samen met de directeur van Buma Cultuur, Frank Helmink. Daar zijn we. Ik heb een eigen flat, ik heb de radio aan, het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI. Ja, favoriete Spinvis teksten. Hé, je mag mijn auto lenen, hou maar. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. Limonade, glazen wodka, uiteraard. Alles kan in mijn tingeltangel hersenpan. Spanning. Ja, spanning en sensatie. En dan kan ik deze microfoon in zijn gezicht duwen. Hallo Erik. Hallo. Je hebt geen flauw idee waarom wij hier zijn, hè? Nee, maar ik ben van de VPRO. Je hebt een prachtige prijs gewonnen. Wow. Ben ik... Hier, alsjeblieft. Oh, hallo. Hallo, hallo Erik. Je hebt de Lennart Nijgprijs gewonnen. Dat is de tekstprijs. Ja. Dat is geweldig. Jezus. Zal ik eens vertellen waarom? Ja, het was ook de bedoeling je te verrassen. Zo'n Gaston-moment. Dat zo. Is wel heerlijk. Het is ook heerlijk om te doen, moet ik zeggen. Ik vraag me altijd af hoe je dan reageert. Ja. Zo. Nou ja, en hoe reageer je dan? Ja. Ja, wat gaat niet er door je heen? Niet hysterisch, gelukkig. Nee, dat scheelt. Zo, weet je. Herkenbaar uit duizenden. Nou, dat vind ik al een compliment. Wonderlijk ook. Niet alleen door zijn afwijkende en uit duizenden herkenbare sound, maar vooral vanwege zijn volslagen unieke songteksten, die enerzijds beelden van herkenning oproepen, maar anderzijds juist totaal vervreemdend kunnen werken. Elk album opnieuw, is een textuele ontdekkingsreis in de krochten van zijn gedachtegoed. Wie dat al ruim 20 jaar weet te presteren, verdient oprecht de Lennart Nijgprijs. Nou, er rest mij niets dan deemoedig te zwijgen. Ik bedoel, ja, prachtig. Wat moet ik zeggen? Denk meteen aan Lennart Nijg, die voor mij wel de grootste is natuurlijk. En ja, ik doe het met veel plezier en inspiratie en ik hoop nog zo lang mogelijk. En het winnen van een prijs is niet het doel, dat is een cliché, maar het is wel heel erg leuk. En het is wel heel leuk dat jullie dit doen en dat ik dit mag winnen, ja. Hemel. Dus ik zie het als een aanmoedigingsprijs. Zeker. Wat is je eigen favoriete songtekst eigenlijk? Van Lennart Nijg? Nee, van jou. Van mezelf? Ja, van jezelf. Oh, dit is het moment voor schouderklopjes en zoveel, bloemetjes. Er zijn zoveel soorten. Het eerste wat nu opkomt is Lotus Europa. Daar heb ik toen in één klap aan gewerkt. In een soort koortsdroom was dat. Maar ja, het zijn allemaal kinderen. Ik hou van allemaal. Ja. Willen jullie niet binnenkomen? Of, jullie ja. hebben me... Lelijk te pakken. Ja, het is gelukt. Jij mag. Er zitten meer mensen in het complot ja. dan werken. Ja, dat ja. begrijp ik. We weten ook dat je spoedig het huis moet verlaten. Dus we zullen niet je koelkast leveren. Ik geloof dat ik onderdeel ben van een ragfijne samenzwering. Nou, dankjewel Eva. Te gek. Wat een mooie bos. Echt, Maar dit is nog niks, hè? Dit is nog niks, dit is pas het voorproefje. Het ergste moet nog komen. Het ergste moet altijd nog komen. Oké. echt leuk. Echt heel leuk. Ja, nogmaals, ik heb geen speech voorbereid. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Jullie overvallen me daadwerkelijk. En wanneer is maandag? Is het het feest? Maandag, oké. Dan zal ik beter beslagen ten eis komen. Of ten einde. Ten einde, beter beslagen ten einde, ja. Dat is ook, ja. Nou, die pik ik. Dat mag. Ja, dat is ja. Ja, ja, helemaal ja. Ja, precies.